vandaag iets mogen vertellen over mijn bedrijf, Sundata. Ik ga het heel kort houden. Ik begreep dat wij de laatste zijn die tussen de borrel instaan. Dus laten we het heel kort houden, een paar minuten. Maar wel heel leuk om even te vertellen van wat Sundata doet, waar we vandaan komen. En ook waarom het misschien relevant kan zijn voor iemand hier in de zaal. Mijn naam is Maarten de Vlucht. Ik ben een van de oprichters van Sundata. En Sundata monitort de prestaties van zonnepanelen. En dat doen we eigenlijk met zo min mogelijk moeite het liefst. Dus we proberen op een slimme manier te doen. Door monitoring te automatiseren en door algoritmes te ontwikkelen. Die kijken hoe goed zonnepanelen doen en antwoord te geven op een vraag. Hoe goed doen zonnepanelen het? We zijn begin vorig jaar begonnen. Eigenlijk vanuit de vraag vanuit de consumentenmarkt. Ik werk zelf al heel lang in de zonne-energiewereld. En als je lang in de zonne-energiewereld werkt, dan word je heel vaak gebeld door mensen die of zonnepanelen willen kopen. En je vraagt, hey, weet jij nog een goed adresje waar je zonnepanelen kan kopen? Of als mensen al zonnepanelen hebben met de vraag, hey, kan je eens kijken of die dingen het wel goed doen? Want daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Nou, de eerste vraag heb ik geen antwoord aan gegeven, want er waren al 1600 zonneaanbieders en installateurs in Nederland die dat gat in wilden. Dus daar zag ik geen kansen. Maar bij die tweede wel, want kennelijk was er veel onduidelijkheid over de prestaties van zonnepanelen. En ik ben dus in die vraag gaan duiken, hoe kan je nou antwoord geven op de vraag hoe goed een zonnepaneel het doet? En dat bleek eigenlijk wel een wat complexere vraag te zijn dan ik in eerste instantie had verwacht. Dus ben ik een keer een uurtje gaan onderzoeken en wat databronnen bij elkaar gaan verzamelen. Op een gegeven moment ben ik nog steeds meer vastgebijt in het onderwerp. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat je eigenlijk ontzettend veel data nodig hebt. Dat staat ook op de volgende slide. Om een antwoord te geven op die vraag. Dus dacht ik, oké, ik moet heel veel data gaan verzamelen en dan kan ik daar antwoord op gaan geven. Vanuit daar is de data gestart. We zijn gestart vanuit een consumentenpropositie gedacht. En we gaan consumenten met zonnepanelen vertellen hoe goed doen zonnepanelen het doen. En daarom gingen we marktonderzoek doen, om te vragen, dat is er zo meteen, om te vragen, te kijken van is daar dan een behoefte aan in de markt? En dat is vrij simpel, want je stapt op je fiets en je fietst door de stad en je ziet zo welke huizen zonnepanelen hebben. Een kwestie van aanbellen en eens vragen. Nou, daar hebben we een aantal dingen van geleerd. Eén, dat er heel veel onwetendheid is bij mensen hoe van zonnepanelen het goed doen. Twee, dat er ook heel veel installaties zijn die het niet zo goed doen, of die niet zo goed geïnstalleerd zijn. Maar we kwamen helaas ook achter dat de bereidheid op betalen bij consumenten vrij laag is om een antwoord te krijgen op die vraag. En dat is toch wel jammer als je ondernemer bent, dan heb je een mooi idee. En dan zegt hij, ja, vind ik wel interessant, maar ik ga niet goed betalen. Maar toen zijn we verder gaan kijken en toen dachten we, er zullen vast meer partijen zijn in de markt die daar ook problemen ondervinden. En ja, nu zijn we jaren later, we zijn een bedrijf dat een investering heeft opgehaald door Stichting Doen die ons, in ons heeft geparticipeerd. En we zijn nog steeds onze monitoring verder aan het ontwikkelen. Dat doen we op dit moment voor twee type bedrijven. Het eerste type bedrijf zijn de installatiebedrijven. Want ook zij ondervinden de last van het niet weten of zonnepanelen het wel of niet goed doen. Dat zie je op de volgende slide. Waarmee helpen we ze? We helpen ze aan met opbrengstgaranties. In de markt wordt steeds meer gevraagd om, ik wil eigenlijk geen zonnepanelen, maar ik wil gewoon de kilowatturen die wil ik kopen. Dus kan je mij de garantie geven dat die kilowatturen er zijn? Er zijn een hoop installateurs die dat heel graag willen verkopen en nog wel zoeken hoe ze dat zouden kunnen verkopen en daar invulling aan geven. We helpen ze op het hele servicevraagstuk. Steeds meer klanten van installateurs bellen naar de installateur, hey, mijn appje doet het niet. En dan zegt de installateur, ja, de surveillance weet ik eigenlijk ook niet zo goed hoe dat is, maar waarschijnlijk doen zonnepanelen het wel. Nou, op dat hele stuk van data en verbinding helpen we die installateurs. Ja, en in het algemeen met kwaliteitsbewaking. Wij kunnen gewoon precies als we toegang krijgen tot hun data en de database achterhalen welke installaties ze dus wel goed doen en welke niet zo goed doen. En als ze niet zo goed doen, ook vaak gewoon nog technische mankementen eruit halen, puur uit opwekdata. Er is een zonnepaneel kapot of er is een connector kapot of de omvormer is niet goed. Die dingen halen we er allemaal uit. Dat is het werk wat we installateurs doen. En toen kwamen we erachter dat er nog een hele andere markt is in Nederland. En daar kom ik zelf ook wel meer vandaan met de achtergrond. Namelijk een grootschalige markt, grootschalige zonne-energieprojecten. Er zijn een hoop ontwikkelaars in Nederland actief die heel snel een portfolio aan het uitbreiden zijn. En ontzettend veel projecten aan het binnenhalen zijn. En af en toe een beetje het zicht verliezen op van hey, hoe presteren onze assets die we nou eigenlijk al ontwikkeld hebben. Daar kwamen we erachter dat er heel veel behoefte is aan inzicht in prestaties van het hele portfolio. Dus hebben we een aantal ontwikkelaars dashboard gebouwd om hun portfolio in de gaten te houden. Wat geautomatiseerd ook foutmeldingen geeft op het moment dat de dingen niet zo goed gaan. En ze ook helpt met rapportages naar de bank of financiers of verzekeraars. Gewoon echt het professionaliseren van hun portfolio. Daar zijn we op dit moment mee bezig. We zijn een samenwerking aangegaan met de Universiteit Utrecht, wat ons helpt met het verder ontwikkelen van de algoritmes en het helpen met het inzicht te halen uit data. Dat is hetgeen wat we het allerleukst vinden en waar we ook veel focus op leggen. En dit zijn dan producten die daaruit voortvloeien. Als ik kijk naar de laatste slide, vandaag werd mij nog gevraagd van, kan je ook even aangeven wat dan misschien het nut zou kunnen zijn voor de leden van de NVDE? Ik ging even op de website kijken, want ik wist niet precies wat jullie deden, moet ik zeggen.
kan het alleen jou een paar keer zeggen, wij vergaderen heel veel. Nou, dat is van mij waar. Maar waar dan en voor wie dan en hoe zit het dan precies? Nou, dan kwam ik dit tegen. De leden beheren 100 megawatt aan duurzame productie. Van windenergie op zee tot geothermie en zonnevelden. Dan denk ik, hola, dat moeten we hebben. Want wij willen ze graag helpen met het beheren van die zonnevelden. En laten we dat nou op een wat slimmere manier doen. Ik heb veel partijen gezien die zeggen, wij beheren het zelf. En als ik dan vraag hoe je het doet, dan word ik uitgenodigd. En dan kom ik daar soms altijd portoklikkers tegen. Dan kom ik mensen tegen die de hele dag achter de computer zitten en omvormerportos aan het doorklikken zijn. Op zoek zijn, actief zijn naar foutmeldingen. En dan loop ik daar met Jaap, mijn compagnon, die een softwareontwikkelaar is. En die zegt echt, ik kan hier binnen 2 uur een script schrijven. Dan hoef je al die mensen niet meer te komen werken morgen. Dat is een beetje zonde. Maar laten we nou, het kan veel slimmer en het kan veel geautomatiseerd. Dat willen wij graag doen. Met als doel dat we gewoon meer duurzame energieproductie hebben en meer zonne-energie. Nou, dit was heel kort mijn verhaal. Mocht je nog vragen hebben of dingen, dan loop je nog even rond. En dit is dan ons bij contactgegevens. En dan hebben we nu al vragen, dus dat is makkelijk.